Lege terrassen en een paar fietsen op de Grote Markt. Een normaal gezicht nu de horeca en cultuursector door de coronamaatregelen nog beperkt open mogen. Maar volgende week vrijdag komen er versoepelingen voor deze sectoren. Want tot 10 uur stappen... Nou ja, leuk, maar niet genoeg inderdaad. Ja. En alles is nog zittend. Maar vanaf 18 februari mag het ook weer staand. En tot 1 uur. En dat biedt perspectief. Ik denk aan een biertje met wat nachos op het terras. Graag, ja, zeker. Wij zijn naast restaurant ook stadscafé, dus bij ons komen er ook wel een hoop mensen gewoon lekker borrelen. En dus ook na het diner komt er bij ons nog wel behoorlijk wat mensen binnen die nog eventjes een afzakkertje willen pakken. Dus wij zijn er wel blij mee, ja. Ja. Het is natuurlijk nog steeds niet helemaal hoe het hoort te zijn. Hè. Het is tot 1 uur straks weer. En ook voor de stad Groningen is het natuurlijk nog lang niet zoals het hoort te zijn. Het is een begin, maar ik hoop wel dat het, snel weer helemaal normaal wordt. De versoepelingen maken ook meer mogelijk voor de cultuur- en evenementensector. Ook iets om naar uit te kijken. Mensen zijn er klaar mee en willen gewoon weer naar concerten. Ik heb deze zomer heel erg veel festivals gemist waar ik heel graag geweest zou zijn. Dus daar leef ik echt naartoe. Maar ik kijk wel enorm uit naar de festivals en dat de evenementenbranche ook weer open mag. En natuurlijk theatercultuur is ook heel fijn dat het allemaal weer mag straks. Over een week zijn deze lege stoelen en die in de theaters hopelijk allemaal weer goed gevuld.